Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het alweer kerstavond, tenminste vanavond. Dus we gaan eens even kijken wat ik voor energie voor jullie op tafel mag krijgen. Ik gebruik als eerste dit deck voor de twee overal energiekaartjes. En dan gaan we eens even kijken wat ik voor een boodschap voor jullie op tafel mag krijgen. Deze week heb ik iets minder geüpload, zoals jullie hebben gemerkt. Ik zal dadelijk ook nog een video opnemen voor de weekenergie. Die zet ik dan zondag online. Hier hebben we natuurlijk ook onze eigen familiaire activiteiten. En ja, dat moet ook gewoon door kunnen gaan, vind ik natuurlijk. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Jullie hebben waarschijnlijk ook gewoon je eigen bezigheden gepland. Maar we gaan eens even kijken wat er op tafel mag komen voor deze dag. Drie kaarten maar liefst. Nou, we gaan eens even kijken. Will. Release. En sacrifice. Oké, dus er zijn wat opofferingen nodig om weer in je kracht te komen te staan. Om los te kunnen laten. Je kern weer te ontdekken. Snelheid. En ja, dat je je mindset gaat veranderen. Je hebt wat opofferingen gedaan. Daardoor ben je dus nu ook in een bepaalde transformatie gekomen. Ben je los gaan laten. En nu is het ook tijd dat je in gaat zien dat een bepaalde spirituele ontwikkeling, intuïtieve ontwikkeling aan de gang is bij jouzelf. Maar we gaan eens even kijken wat ik mag vertellen nog meer. Nou, de kaarten shuffelen lastig. Dus even kijken wat dat op tafel teweeg gaat brengen. De ster. Moet die op kop? Oké. Moeten die iets samen? Wel? Oké. Okay. Hij bleef plakken, dus ik denk dat dat ook de reden is dat ik hem niet mag pakken. Oké. Okay. Ik zet even mijn microfoon een beetje anders. Dus heb ik zo'n toeter in mijn gezicht hangen. We hebben de ster, de zes van bekers, de zeven van staven, de ridder van staven, het wiel en de empress, de keizerin. Er zit dus een hele mooie stroming in. Je bent nu ook van goed vertrouwen voor de connectie met het universum. Je weet dat bepaalde stroming tot stand is gekomen. Je gelooft erin. Je hebt andere stukken los kunnen laten. Vooral het stukje wat je op hebt geofferd. En dan bedoel ik meer het stukje dat je een situatie of misschien zelfs mensen los hebt moeten laten. Waar je eerste verbinding mee stond, maar die jou beperkte in jouw groei. Je bent nu vanuit de hoogste goed aan het groeien. Er kan dus iemand op jouw pad gaan komen. Of het is een wens van jou. Of er gaat iemand op je pad komen. Daar kijken natuurlijk ontzettend veel mensen. Dus kijk even wat voor jou passend is qua verhaallijn. Af en toe je terugtrekken in je bubbel is wel heel erg belangrijk. Dan zul je blijven, meer in je kern blijven zitten. Ik heb wel eens vaker uitgelegd van... als je goed gegrond bent, probeer dan ook die beschermschild om je heen te zetten of die luchtbubbel. Zo kun je hem visualiseren bijvoorbeeld. Dat je beschermd bent van negativiteit om je heen, dat dit jou niet kan raken. In ieder geval niet op energetisch vlak, dat je deze energie vast gaat zetten. Meditatie kan hier een heel goed punt voor zijn, dat je dan beter gecentreerd blijft en jouw kracht blijft staan. Je hebt heel veel passie, heel veel energie in je zitten
En je wil heel graag vooruit. Het universum gaat nu dan ook bijna aangeven van oké, je gaat nu doorstromen qua niveau, om het zomaar makkelijk te benoemen. Ik zie een lift, je gaat in een lift, je gaat omhoog, je wordt geüpgraded. Eerst was die energie nog best wel verjongend. Stond je in verbinding met het universum en zijn er heel veel nieuwe wegen voor jou geopend. En uiteindelijk ga jij die rust vinden en dan ga je ook merken dat, dat je een beetje achterover kunt gaan leunen. Dat je ervan kunt gaan genieten. Dat je niet meer in die sneltrein gaat als waar je eerst in zat. Maar er zit wel echt een hele mooie groei in. Je kunt nu de wereld weer op handen gaan dragen. Je bent veel stabieler voor in de periode als waar je voorheen in hebt gezeten. Dus je maakt een enorme groei door. En die nieuwe cyclus kan dan gaan komen. Er gaat dus ook een nieuwe cyclus starten voor wat betreft een soulmate connection. Maar we pakken eens even de andere tarot erbij om er verder op in te gaan. Ja, het geven en nemen is een balans. Die verbinding zal dan daarna weer tot stand kunnen gaan komen. Of in ieder geval in werking gezet gaan worden. Het is belangrijk om niet vanuit angst te gaan handelen. Maar de projectie naar het juiste te doen. Bepaalde illusiestandbeelden of illusiegedachten zullen anders jou daarin gaan beperken. Er zijn mogelijkheden om een nieuw pad te gaan kiezen. Om een nieuwe afslag te nemen. Waardoor er dan ook liefdevolle energie op jouw pad kan gaan komen. Maar het is belangrijk om wel die hele balans erin te blijven behouden. Die balans kun je dus behouden door ook echt wel af en toe je bubbel op te zoeken. Je goed te centreren. Je goed te reinigen. Vooral je aura goed te reinigen. Er zijn natuurlijk ook allemaal mogelijkheden voor om dat te doen. Door middel van meditatie. Onder een sproeier staan met de juiste intentie. Eigen reinigen. Aura spray. Dat soort dingen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om dat te doen qua ondersteuning. Dat is wel een aandachtspuntje wat ik hier heel erg voel. Maar daarentegen komt deze op kop. Dus je gaat dit doorbreken. Je zal dit stuk meester worden. En je gaat merken dat die opofferingen dus zijn vruchten af gaan werpen. En die strijd is dan klaar. Je hoeft geen strijd meer te geven. Let wel op. Daar kunnen dus mensen weerstand gaan bieden in jouw leven. Omdat jij dus een ommezwaai aan het maken bent. Mensen die het niet snappen. We zitten natuurlijk nu ook wel in een tweedeling van de hele maatschappij. Met wel of niet vaccineren. Mocht jij één daarvan zijn dat je een eigen mening hebt en je eigen gevoel erin volgt en mensen zijn het er niet mee eens, probeer dit ook gewoon liefdevolle energie weer terug te sturen. Want iedereen staat op zijn eigen groeiproces en staat op een andere plek in het aardse bestaan. Dus probeer dan ook niet terug te vallen dat je het als een aanval ziet of dat je daar last van krijgt in de lek of wat dan ook. Probeer dat dan gewoon los te laten. Dat is dus even een andere boodschap die ook nog op tafel mag komen. Ik wil nog iets weten over die koning van bekers en de zes van bekers. Oké, we krijgen hier wel de duivel. En de zon. Hoe willen jullie dat ik ze verwoord voor de lieve kijkers? Oké. Doordat jij nu de schakelaar hebt gevonden van anders in het leven staan, andere kijk te hebben, andere gevoelens, andere interpretaties te hebben voor een situatie, ga je dus niet meer gebukt onder alles en zul je dus een nieuwe fase in gaan zetten. Dit heb jij geleerd doordat jij dus in een karmische verbinding hebt gezeten of karmische lessen hebt geleerd. Daardoor heb je heel veel stappen vooruit gemaakt. Kun je heel snel mensen voor het doorzien. Kun je heel veel mensen voor het eigenlijk al voor zijn qua connectie.
Jij voelt haar fijn aan of dat iets wel of niet kloppend is. Jouw onderbuik voelt, jouw intuïtie, die maakt overuren. En die geeft jou heel duidelijk aan dat er dan iets niet klopt. En als er dus een verbinding is wat dus niet in balans is, gaan jouw alarmbellen al af. Maar dit is voor deze persoon dus niet aan de orde. Doordat jij dus nu die alarmbellen weet in te schakelen als het dus niet goed gaat of een connectie niet zuiver is, daardoor is er nu een mogelijkheid dat die koning naar jou toe kan gaan komen. Dat is een hele liefdevolle man of vrouw, mannelijke energie, die met jou toch echt wel een nieuwe cyclus in wil gaan. En als ik dan kijk, dat de zon is natuurlijk ook een nieuwe cyclus. We hebben hier de zes van bekers en het wiel. Dus er liggen heel veel nieuwe mogelijkheden op je pad te wachten. Oh, dat zijn er wel heel veel. Ja, dit alles omdat je dus los bent gebroken uit oude patronen. Omdat je er hard voor hebt gewerkt. Omdat je dus dingen op hebt geofferd in het verleden. Daar ga je nu de vruchten van afwerpen. En krijg je een eerlijk nieuw begin. Heel mooi. En zal dat toch echt gecommuniceerd gaan worden. Dus er gaat echt een hele nieuwe begin worden ontwikkeld voor jou. Ik ga hier even nog verder op in. Pak ik even deze tarot er weer voorbij. Antwoord op de 8 van... Ja, als jij dus jouw verdriet helemaal opgelost hebt en hebt gezien dat bepaalde verdrietige periodes in jouw leven nodig zijn geweest om jouw lessen te leren, om karma te incasseren. Als je dit in gaat zien, ga je ook inzien dat je nu de ware liefde op jouw pad kunt gaan krijgen. Die gaat met jou communiceren. Iemand dus vanuit je vroegere jeugd of vanuit een vorig leven. Iemand waar je in ieder geval een hele diepe connectie mee kunt doorontwikkelen. Zuiver is, puur is, weet wat hij wil, dit ook uit gaat spreken. Vanuit zijn intuïtie en liefdevolle energie wil hij dus toch echt een verbinding met jou aangaan. Dus er zit een hele mooie stroming in. Oh, dat zijn er wel heel veel. De kaarten zijn onrustig, dus de persoon zit echt te springen om naar jou toe te kunnen komen. Maar dat heeft nog alles met de divine timing te maken. Heel mooi. En als poetje, als kers op de taart, krijgen wij de 10 van bekers. Hoe mooi. Door jouw groei, door jouw transformatie, jouw lessen die je hebt geleerd, gaat er nu iets heel moois naar jou toe komen. En grijp die kans ook lekker met beide handen aan. Probeer wel erop te letten dat je ook echt wel tijd voor jezelf nog neemt. Af en toe in je eigen bubbel. Even je eigen afschermen van de hele gebeurtenissen om je heen. Dit zal ter voorkoming zijn dat je de energie van andere mensen die misschien een negativiteit met zich meedragen niet op gaat zuigen als een spons. Ja, voor nu kan ik er niet heel veel meer aan toevoegen. Ik wil jullie ontzettend bedanken weer voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei doei!